Goedemorgen dames en heren, welkom bij Henswoude, de locatiekeuring bij de familie Bauma. We hebben vandaag 16 paarden te keuren. Nummer 5 die blijft aanwezig en we zijn wat vroeg ten opzichte van de eerdere planning vanwege de verwachte hitte. En tot nu toe is dat prima uit te houden. Dus we gaan vlug aan de slag met de te keuren paarden. Also welcome the viewers from other countries. I hope you enjoy yourself with this curing.
Dan de uitslag van nummer 1. Een merrie met een grootramige merrie. Merrie met een mooi front, sprekend hoofd, voldoende hals en neklengte. Mooie zwarte kleur ook. Bouw is met voldoende aansluiting. Zou boven een lijn zou iets bespierder mogen. Het kruis is lang, maar zou iets minder hellend mogen. Wel mooi horizontaal in zijn romprichting. Beenwerk is hard en goede ontwikkelde hoeven. Het achterbeen mag duidelijk iets minder gehoekt zijn. En stap is ruim en takzuiver met ruim voldoende afdruk. Draf heeft hij heel veel houding, mooi ruim het voorbeen laten zien. Krachtig achterbeen, vouwt het achterbeen mooi onder de massa. Het drukt de rug wel iets weg, maar mede door zijn beweging wordt het stamboek ster met een eerste premie.
Dan de uitslag van nummer 2. Het is een paard dat toont veel front. Iets zwaarder, goed ontwikkelde hals. Komt iets diep uit de borst. Het hoofd kan sprekender, maar mede door zijn front toch wel ruim voldoende rastypisch. Voldoende aansluiting in schouder, rug en via het schoft. Kruis mag iets minder hellend zijn, ook iets meer lengte. Beenwerk is voldoende kwaliteit en zou iets minder sabelbenig mogen in het achterbeen. Stap is voldoende ruim en actief, zeker naar het drafgedeelte. De draf is een mooie houding met mooi actief achterbeen, het souplesse. Zou iets meer schoudervrijheid mogen tonen. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek sterfverklaard met een tweede premie. Voor de hogere premiering zit al de kwaliteit van het beenwerk deze merrie enigszins in de weg. Nummer 2 is going up in the stubbook star as a second premium.
Nummer 3, Mary met een sprekend hoofd, horizontale halsplaatsing, zou wat langer ook in de lengte mogen. Mooi schuin schouder, voldoende rug, lenden en kruis mag wat vloeiender, wat sterker, wat breder bespierd. Beenwerk is wel kwaliteit, maar zou duidelijk wat minder gehoekt mogen. De beweging, ja, daar hebben we toch behoorlijk wat bemerkingen, met name in de stap. Dan mist hij toch de regelmaat en is hij niet taakzuiver. En dat zien we weer terug in de draf, dat hij toch onvoldoende kracht en coördinatie mist in het achterhand. Dit paard wordt vandaag niet opgenomen. Nummer 3 is not going up in the stepbook. Dan de uitslag van nummer 4, het eerste paard van de driejarigen. Paard dat toont wel front,
Mooi lange hals. Het hoofd kan duidelijk wat sprekender. Wel een mooie zwarte kleur. Voldoende schouderligging. Ook een sterke bovenlijn. Het kruis mag duidelijk wat minder hellend zijn. Ook iets neerwaarts in zijn romprichting. Het beenwerk is wel voldoende hard. Maar de hoeven mogen duidelijk wat realer ontwikkeld zijn. De stap is beperkt, kan ruimer en meer afdruk tonen. Draf heeft die mooie houding laten zien met een voldoende ruimte. Actief achterbeen blijft iets vlak, zou iets meer opwaarts in zijn romprichting mogen lopen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. En de derde premie heeft hij met name verdiend door zijn manier van draven. Nummer 4 is going up in the stud book with a third premium. Dan de uitslag van nummer 6. Een paard dat eerder in het vierkant model staat dan in het rechthoekmodel. Het is wel een mooie edele hoofd. Halsrichting is horizontaal en mag duidelijk wat langer.
mooie schouderligging, voldoende bovenlijn. Kruis is wel lang, maar kan iets minder hellend zijn. Heeft toch de romprichting is neerwaarts, mede door het iets korte voorbeen. Voldoende kwaliteit en correctheid in het beenwerk. Stap is ruim, met mooie takzuiver. Voldoende afdruk. Draf heeft een mooi ruimend voorbeen. Voldoende kracht in het achterbeen zou iets meer in verbinding mogen lopen. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek, krijgt vandaag een derde premie en heeft hij met name verdiend door zijn goede manier van stappen. Nummer 6 is going up in het studboek en becomes a third premium. Uitslag van nummer 7. Aansprekend in zijn rasuitdrukking.
Mooi edel hoofd, klein hoofd, voldoende front, mooi lange hals. Ook een mooi zwarte kleur met ruim voldoende behang. De bovenlijn kan duidelijk wat geslotener en sterker in zijn aansluiting, met name lender en kruis. Beenwerk hebben we toch behoorlijk wat bemerkingen in het voorbeen. Kan correcter zowel in stand als in het bewegingsafloop. Stap is ruim en afdruk, mooie takzuivere manier van stappen. Draf heeft hij wel ruimte, maar mist toch wel wat kracht en souplesse. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. Voor eventuele premiering dan zou het toch correcter in het voorbeen mogen. Nummer 7 is going up in the studbook without premium.
Dan de uitslag van nummer 8. Een paard dat opvalt met zijn mooi edel kopje. Ook een mooie zwarte kleur. Zou wat langer in zijn hals mogen. Ook de hals wat verticaler geplaatst. Valt ook op door zijn goede bouw. Zou een goede verhouding. Zou ietsjes langer gelijnd mogen. En ook het voorbeen mag duidelijk wat langer zijn. Beenwerk, toch een bemerking met name op het voorbeen en ook het afloop in het voorbeen. Stappen is ruim en veel afdrukt. Mooi takzuivende manier van stappen. Draf heeft die houding laten zien. Zou iets meer schoudervrijheid mogen tonen. En ook dat het achterbeen met meer snelheid onder de massa geplaatst mogen worden. We missen bij dit paard toch wel enigszins de balans. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek, krijgt een derde premie en heeft hij met name verdiend door zijn goede manier van stappen. Mooie takzuivere manier van stappen. Nummer 8 is going up in het stadboek en becomes a third premium.
Dan de uitslag van nummer 9, 9-jarige Mary. Mary met het hoofd kan wat spreken. Het toont wel voldoende front- en halslengte. In de bouw mag je dus duidelijk wat geslotener zijn. Met name in de rug en de lendenen. Zou het sterker mogen. Beenwerk is voldoende droog. Kan iets correcter in het voorbeen. Stap is ruim en takmatig. Draf heeft een mooie houding laten zien met voldoende ruimte. Zou iets meer schoudervrijheid mogen tonen en ook wat meer opwaartser in zijn manier van draven. Deze Mary krijgt vandaag een derde premie en heeft hij met name verdiend door zijn stap. En ja, de totale beweging kan de bemerkingen in de bouw en het beenwerk niet geheel compenseren voor eventuele graadverhoging. Number 9 becomes today a third premium. The walk is long racing and good rhythms, but we have some remarks of the conformation and also the front legs. Nummer 10, 8-jarige Mary. Aansprekend in zijn type, met name een mooie zwarte kleur en veel behang. Halsrichting zou iets verticaler mogen.
middenstuk ja, is toch redelijk gezonken. Kan ook wat breder in zijn lendenpartij. Ruim voldoende correctheid en kwaliteit in het beenwerk. Stap is ruim. Kan iets actiever, iets meer afdruk in het in spronggewicht tonen. Draven is wel voldoende ruim, heeft wel techniek in de benen, maar moet meer in verbinding lopen. En dat is mede ook te wijten vanwege de bouw. En zou ook wat opwaartser in zijn manier van draven mogen. Deze Maddy krijgt vandaag een derde premie en dat heeft hij met name verdiend door zijn rasuitdrukking en zijn manier van stappen. Voor graadverhoging, ja, dan zit toch de bouw te veel opmerkingen over het middenstuk, de bovenlijn. Nummer 10 is Becomes Today a Third Premium.
De uitslag van nummer 11. Het is een massale merrie. Merrie die heel goed gebouwd is, sterk gebouwd is met goede verhoudingen. En ras, heeft ook ruim voldoende rasuitdrukking, met name door zijn kleur en vele manen. Beenwerk is ruim voldoende kwaliteit en correctheid. Stap is ruim, met goed door het lichaam. Zou iets meer afdruk in het spronggebruik kunnen tonen. Draf ja, was vandaag helaas niet de tact die wij graag willen zien. Hij miste gewoon de tact en de coördinatie in draf. En mede door deze draf wordt het vandaag niet geprimeerd. Nummer 11 is no premium today. Aan de uitslag van nummer 12, een royaal gebouwde merrie met een sterke bovenlijn, is
voldoende ras uitdrukken. Het hoofd kan iets sprekender. Beenwerk kan wat correcter, met name in het achterbeen, maar ook in het voorbeen, iets week gekoot. Stap is zuiver, met voldoende ruimte en kracht. Draf heeft hij mooie houding laten zien, met een horruim het voorbeen. Dit paard zou met meer souplesse en meer over de rug kunnen draven en daarbij het achterbeen wat meer onder de massa kunnen plaatsen. Krijgt vandaag een derde premie en dat is mede verdiend door zijn solide bouw en zijn goede manier van stappen. Nummer 12 becomes today a third premium. Dan de uitslag van nummer 13. Mary die zou iets meer rasuitdrukking mogen tonen. En ook wat correcter in zijn bouw. Met name in het middenstuk.
waardeert zich op, met name ook door de kwaliteit en de correctheid in het beenwerk. Mooi hard beenwerk, fijn beenwerk. Stap is takmatig, met voldoende kracht zou iets ruimer mogen. Maar een draf heeft hij heel veel houding laten zien. Met een goed gebruik van het achterbeen, heel veel techniek en kracht. Zou iets meer schoudervrijheid mogen tonen. Zijn manier van draven zou iets effectiever mogen. Hij komt wel van de grond, maar zou iets meer ruimte mogen pakken. Krijgt vandaag een derde premie, heeft hij mede verdiend door zijn kwaliteit in het beenwerk en zijn techniek in het draven. Nummer 13 becomes today a third premium.
Uitslag van nummer 14. Een merrie met opvallend in zijn rasuitdrukking. Mooi sprekend hoofd. Veel behang voor een vierjarige merrie ook. Goede, mooi front. Zou iets langer in de hals mogen. Bouw kan correcter, met name in het middenstuk. Toch wel wat gezonken in het middenstuk. En ook de lenden- en kruisaansluiting kan sterker en vloeiender. Voldoende kwaliteit in het beenwerk kan iets correcter. Ja, deze merrie heeft zich enorm opgewaardeerd in zijn manier van bewegen. Met name in de stap, ruimte en afdruk. En ook in de draf heel veel kracht. En vouwt het achterbeen heel mooi onder het lichaam met ruim voldoende snelheid. Mede door zijn manier van bewegen compenseert het met name ook de bouw en wordt vandaag sterk met een tweede premie. Nummer 14 is going up with a second premium and declared start today. Uitslag van nummer 15. Hele sterk gebouwde merrie
iets meer rasuitdrukking zou mogen tonen. Maar wel een mooie, hele mooie zwarte, gitzwarte kleur. Zien we niet zoveel. Ruim voldoende kwaliteit en correctheid in het beenwerk. Stap is ruim met takt. Zou iets meer afdruk in het spronggewricht mogen tonen. Ja, draf, dat is genieten. Dat, laten we eerlijk zijn. Dat is ruim en krachten, heel veel balans, mooi opwaarts. En mede door zijn hele sterke draf wordt het vandaag een eerste premie. Also in English, number 15 becomes today first premium. Stappen, terug in. Even de tent voorbij. Goed zo, Mary. Dan de uitslag van nummer 16. Het is een merrie die het goede bovenlijn toont. Mooie zwarte kleur. Het hoofd kan iets sprekender, maar wel een mooie verticale en geplaatste en lange hals. Het beenwerk kan correcter. Stap is ruim met voldoende kracht. Draf heeft de houding laten zien met een ruim voldoende ruimte in het voorbeen. Voldoende snelheid brengt hij het achterbeen onder de massa. Zou iets meer opwaarts mogen draven.
Deze merrie krijgt geen uitnodiging voor de tweede bezichtiging, tweede beoordeling. Dan zou het toch het beenwerk met name in het voorbeen correcter mogen. Nummer 16, no invitation of the second view, because we like to see the front legs better in his corrected.
Dan de uitslag van nummer 17. Een hengst die heel veel rasuitdrukking heeft. Mooi sprekend hoofd, mooie verticale lange hals. Mooi, ook een goede zwarte kleur. Schouderligging is voldoende. Zou iets meer, met name de aansluiting lenden en kruis, kan iets correcter. Wel een mooie kruisligging. Het beenwerk kan iets meer kwaliteit tonen. Zou ook wat correcter, met name in het voorbeen, mogen. Stap is takmatig, met afdruk. Zou iets meer ruimend mogen in het voorbeen. Draf heeft hij ook een mooi ruimend voorbeen laten zien, met houding. We missen toch wel wat coördinatie vanuit de achterhand. Zou duidelijk wat meer met kracht en meer het achterbeen onder de massa kunnen zetten. Ja, en de manier van bewegen, dat weerhoudt deze hengst voor het sterpredicaat. Nummer 17 is no start today.
Zo, de uitslag van nummer 1. Blijft genieten dit paard in beweging te zien. Ik moet vooraf even stellen dat voor de kroonverklaring gelden iets andere regels dan voor het toekennen van een eerste premie. De beweging bij een kroonverklaring kunnen de exterieurkenmerken niet meer compenseren. Wel is het mogelijk met een ruim voldoende exterieur dat de IBOP dan compenserend kan zijn. Dan moet hij in ieder geval een triple E hebben behaald. Dat heeft deze merrie helaas niet. Deze merrie wordt vandaag niet kroonverklaard. En het zit met name vast dat hij toch correcter zou moeten zijn, zowel in het voor- als in het achterbeen. Maar als je de merrie ziet bewegen, ja, dan blijft het weer genieten. En dat wil ik heel duidelijk aangeven. Dan blijft het ook een hele duidelijke eerste premie. Maar vanwege het beenwerk helaas geen kroon. In Engels, number one is no crown today.
Zo, de tweede presentatie van nummer 15. Nogmaals, bij de kroonverklaring kan de beweging de exterieur componenten niet compenseren. Het is weer genieten dit paard in draf te zien. Maar we verklaren deze merrie vandaag geen kroon. En dat zit met name in zijn rasuitdrukking. Daar zouden we duidelijk iets meer sprekender in zijn hoofd mogen. En ook een verticale hals mist hij. En dat wordt niet geheel gecompenseerd door de bouw en de kwaliteit en de correctheid in het beenwerk. Maar het blijft een mooie eerste premie merrie. Mede door zijn mooie gedragen draf en een goede balans. Wanneer met een beetje ondersteuning, dan is het weer genieten van dit paard. Met name zijn manier van opwaartse beweging. Bedankt. Einde van deze keuring. Hartelijk dank. En met name de voorbrengers. Want we zagen. Conditie is goed. Maar de warmte dat speelt als een parten vandaag. Maar ze hebben het keurig gedaan. En steeds weer opnieuw met volle kracht en ruimte de paarden voorgebracht. Geweldig bedankt, heren. En familie Bouwman, bedankt voor de ontvangst en goede begeleiding. En ook ondanks de warmte hadden we toch een vrij vlotte toevoer van de paarden. Bedankt voor uw belangstelling. En we hopen u terug te zien, of in levende lijven, of via de livestream op een volgende keuring. Also de viewers van other countries, you are seeing the curling in Henswoude, and hope you have enjoyed the curling and of the horses, of course, and we see you next time. Thank you.